zo'n lief mooi meisje. Waar werd je mee gepest dan? Met mijn lengte, want ik ben 11 en dat was nog klein. Maar je hebt een grote stem, denk ik. Is het iemand van school of zo? Ja, maar ik ga nu ook dit jaar naar een andere school toe. Omdat ik toch overnieuw wil beginnen. Maar, nou zeg, maar ik vind je veel te jong om overnieuw te beginnen. Je bent pas net begonnen. En hoe praten jullie daarover met de docenten? De docenten hebben ook de leerlingen aangesproken die dat veroorzaakten. Ja. En dan ging het wel 2-3 weken goed en dan begon het hele verhaal weer van voren af aan. Nou, dat moet heel zwaar voor jullie zijn. Ja, behoorlijk zwaar. Ja. Ik wil ook even die pestkop laten zien dat ik echt toch wat meer in mijn mars heb dan alleen maar een klein meisje met die niks terug durft te doen. Hey, hey, kijk zeg. Jeetje, als dit niet gelukt was, dan was ik naar huis gegaan. Kijk nou wat ze met dat haar doen. Ja, all the things she can control. All the things a girl should know. She can control and what must mama do. Oh, 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 she knew about me and you. Oh, 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 oh. Lindsay, je optreden was af. Het was gewoon een performance. Zelden is het zo compleet bij kinderen als dat het bij jou nu was. En we hebben er allemaal van genoten, ik het langst. Kijk, een verkeerde keuze kun je vanavond niet maken. Maar hoe gaaf is het als je straks naar achter loopt, naar je vader en moeder kan zeggen... Wauw, papa, mam. Ik zit bij Nick en Simon. En dan zeggen jouw ouders, dat meen je niet. Waarom heb je niet voor Angela gekozen, zegt mijn mama. Ja. Schat, het de keuze zijn, ja. Mag goed. Ja. Wat dat is te luid. Echt waar. Heb jij iets geweldigs laten zien vandaag? En wat is dat een lange neus na al die pestkoppen op school, dat je hier zo optreedt. Je hoort gewoon bij de allerbeste die we hebben hier. En als de pestkoppen zitten te kijken... net goed.